Ik vind niet echt dat Dordtenaren trots zijn op hun stad. Passie is mij met de paplepel ingegoten. En ik kan wel zeggen dat ik passioneel Dordtenaar ben. De passie voor Dordrecht van hun moeder en het Italiaanse temperament van hun vader. Dat bracht de broers Elio en Sirio Barone op het idee om rondvaarten te gaan organiseren in de stad. Zoals in Venetië, met kleine groepjes mensen aan boord van hun eigen bootje. Nou ja, kijk om je heen. Ik bedoel, die prachtige gevels. De huizen direct in het water, zijn we net langs gevaren. En onze vader is geboren Venetiaan. Nu proberen wij op deze manier wat van die Italiaanse grandeur hier in Dordrecht te brengen. 3 jaar geleden kochten Elio en Sirio deze boot. Ze knapten hem vervolgens zelf helemaal op. Het verhaal zit in de boot. Ja, dit is ons eigen bloed, zweet en tranen en we vliegen elkaar ook af en toe in de haren. Zo heb je dat met broeders. Ja, deze boot heet dan ook Fraternita Broederschap. Maar echt veel geld verdienen gaan de broers niet met hun gloednieuwe bedrijfje. Wij moeten 175 rondvaarten met deze boot doen. Aan 90 euro per uur. Om per jaar kiet te spelen. Wat het kost aan onderhoud, lichtplaats, verzekeringen voor beide boten. Wat je daar bovenop verdient, dat is om terug te verdienen wat je de afgelopen jaren hebt geïnvesteerd. Dus geld verdienen met kleine rondvaartboten, dat is niet mogelijk. Maar de rijkdom zit hem juist in de tevreden mensen. Imbarcazione Barone, zo heet het rondvaartbedrijf. Vanaf zaterdag zijn Elio en Sirio officieel in de vaart.